Breda Nu. Je weet het meteen. Vandaag voor de tweede keer Wings for Life vanuit Breda. Duizenden mensen deden vandaag mee en Max Verstappen zat in de auto om de mensen in te halen. En dit allemaal natuurlijk voor het goede doel, onderzoek naar dwarslesie. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja! Zeker. En met het warme weer, hebben jullie daar nog een beetje aan gedacht? In water, heel goed ingesmeerd. Ja, lekker insmeren en vooral veel drinken. Ja. Oké, okay, heel veel succes. Dankjewel. Ja, vandaag erg mooi weer, nu al behoorlijk warm. Zijn er maatregelen genomen vandaag voor het warme weer? Het is inderdaad nu al erg warm, met een nadruk op nu natuurlijk, maar het zijn uiteraard maatregelen genomen en we zien het al een week aankomen. Dus we hebben de mensen via alle mogelijke kanalen die we kunnen bereiden, social media, aangegeven van luister, hou rekening met het warme weer. Vandaag ook vanaf 10 uur zijn we al begonnen met de mensen te adviseren. Drink vlak voor de wedstrijd, drink op het moment dat je in de startvak staat. Drink het begin van de wedstrijd, heel erg belangrijk. Ze krijgen allemaal, voordat ze het startvak ingaan, nog een drankje mee voor het begin van de wedstrijd. We hebben hier heel veel smeermiddelen staan, dus dat betekent iedereen dat smeer je goed in. Als je dat niet bij je hebt, kom naar ons toe. Nou, enorm succes, liters zijn er gebruikt, dat iedereen zich toch niet goed insmeert. We hebben ze natuurlijk adviezen gegeven van probeer zeker het eerste stuk in het bos in de schaduw te lopen. Zet een petje op, drinken heel belangrijk en eigenlijk het allerbelangrijkste is luister naar je lichaam. Vandaag ben je hier voor Wings for Life. Wat ga jij hier precies doen? Want ik zie allemaal hardlopers achter je. Nu niet meer gevolgd, maar ik zag ze allemaal achter je rennen. Wat ga jij precies doen? Nou ja, ik zit in de catchercar, dus ik moet bijna alle 4000 deelnemers gaan inhalen. Dus iets meer dan in een normale Grand Prix. Dus ja, daar kijk ik naar uit. Ja. het is dan voor het dwarslesie onderzoek, dat steunt het precies. Heb je daar zelf mee te maken gehad in je leven? Niet in mijn directe omgeving, maar ik denk dat het wel een heel mooi initiatief is vanuit Red Bull en ook over de hele wereld om zoveel mogelijk geld aan te verdienen. Zo, hoe is het gegaan? Ja, het was heel warm, maar ik ben wel trots en tevreden. Dus. Ja, zeker. Goed. Al bloed heet, maar ik wilde 15 kilometer lopen, 12 geworden, dus onder de omstandigheden denk ik, ik ben tevreden. Maar goed, ja, het was warm, maar gezellig en wel lekker weer, dus het ging aardig. Nee, het ging helemaal niet. Het was veel te warm voor mij, dus jammer. Want hoeveel kilometer wou je lopen? Ik hoopte op 10, maar dat is dus niet gelukt. Goed. Heel goed. 16 kilometer. Net. Goed, was lekker. Nu eten. Hier achter mij ziet u de lopers binnenkomen. Het was een mooie dag vandaag. Het was warm, maar gelukkig was het niet te warm. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een geslaagde dag. Meer dan 1000 mensen deden mee. En al het inschrijfgeld ging naar het goede doel, onderzoek naar dwarslesie. Ik zeg volgend jaar weer.